Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Roepen op Rood de Dragon Slayer. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we moeten vandaag dus eventjes wat meer Magic gaan trainen. Ik heb dus nog niet echt precies opgezocht waar ik het beste kon doen. Maar ik heb waarschijnlijk gewoon als plan om het gewoon hier bij onze goblin vriendjes even te doen. Misschien toch wel wat beter. En als we mijn game even laten, zal wel heel erg fijn zijn. Zo. Want deze goblins die hebben ook air as weakness. Dus dat is op zich behoorlijk handig. Het gaat ons wel even wat tijd duren, denk ik. Voordat we het hoeveelheid levels we hebben wat we eigenlijk nodig hebben. Maar ik zie er nu nog niet echt een ander idee waar ik magic kan gaan gebruiken. Ik kan ze wel in one hit, dus dat is wel fijn. Hoppakee, die is dood. Die is ook dood. Die doet het ook niet meer. En deze gaat er ook aan. Wel fijn dat ze zo snel doodgaan. Oké. Zo. Nou, die is ook alweer dood en dan gaan we gewoon gelijk door naar de volgende. Even zien hoeveel XP hebben we nog nodig. Redelijk wat. Wel fijn dat we gelijk ook defense trainen. Gaat ons later weer een beetje helpen. Zit het met zijn skills dan? Want hij is volgens mij ook een beetje aan het trainen. Oh, level 8. Het is ook niet echt een uitdaging, laat ik maar zeggen. Want meest van de tijd gewoon one hit KO. Nou, ik heb in ieder geval level 24 magic, dus hopelijk kan ik deze aflevering nog één leveltje omhoog en dan heb ik tenminste alweer een beetje een rond getal. Overal lucht die van die botten en zo. Niet dat ik het nodig heb ofzo. Oké. Waarschijnlijk ga ik zelfs nog een defense level omhoog. Hoppakee. Oké, deze kan ook wel even kapot.
Hier ligt echt zoveel shit wat gedropt worden door die goblins. Oh, dan hebben we er daar alweer eentje. En we zijn nu level 43 defense. En we zijn level 53 combat. Dus dat is ook alweer heel erg fijn. We gaan nog een behoorlijk hoog combat level nodig hebben voor... Dragon Slayer, die ook binnenkort een keer eraan moet komen. Bijna iedere hit die ik ook geef, dan worden de goblins wel geraakt. Niet altijd. Maar ja, komt waarschijnlijk gewoon omdat ze gewoon niet zo'n hoge defense hebben. Nope, mijn. Och, en dan krijg ik ook nog niet eens de combat XP. Lullo. Dit is een peulenschil. Echt. Die zit een beetje met combat te lopen, slaan tegen die goblins. Dan krijgen ze gewoon nauwelijks dood. En ik, heel makkelijk. Oké, hoeveel? 272, Ik heb al iets van 500 XP er doorheen gejaagd. Hoppakee. Oh my god, dit gaat heel easy. Het gaat ook easy omdat ze een zwakke weakness hebben tegen R en zo. En dan, ja, en dan snap je het wel. Oh, die andere was niet eens dood. Dat hij al dood was. Maar hij heeft gewoon nog één leventje. Daar doen we het voor. Zo. Ze hebben gewoon geen schijn van kans. Nee, ik hoef geen boom te hakken. Ik heb al level 30 woodcutting. Hoppa, level 25 magic. Nou, dan hebben we in ieder geval 3 levels met 2 skills omhoog weten te krijgen. Dus dat is al in ieder geval heel fijn. Ja, het is alleen dat het een beetje lang gaat duren om naar level 30 toe te gaan. Behalve dat terzijde, ik ga nu deze aflevering in ieder geval afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like en abonneer even op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.